Welkom bij VeraD, piriformis, bielspierstretch. Laten we eerst de spieren opwarmen en versterken op zijn hondjes in de knie-viervoetstand. Til je been zijwaarts op, houd drie tellen vast en laat je been langzaam zakken. Til op, blijf, 3, 2, 1. En laat je been langzaam zakken. Optillen. Vasthouden. En neer. Op. Hou vast. 3, 2, 1 en neer. Op. Vasthouden. En neer. Laatste maal. Op. Vasthouden. Neer. En wissel van been. Til je been zijwaarts op. Houd drie tellen vast. En laat je been langzaam weer zakken. Optillen, vasthouden en neer. Til op, blijf, 3, 2, 1 en neer. Optillen, vasthouden. En neer. Til op. Vasthouden. En neer. Optillen, laatste maal. Vasthouden. En neer. Kruis de onderbenen. Rol naar achteren in strekzit. Enkel naar knie. Leg je enkel op je dijbeen. Voeten flex. Trek de tenen op naar je scheen. En buig vanuit je heupen naar voren. Voel de stretch in je bilspier, je heupen, dij- en beenspieren. Houd je rug recht, kin ingetrokken en blijf ademen. Laat los, wissel van been. Leg je enkel op je dijbeen, voeten flex, trek de tenen naar je scheen, tenen optrekken en buig vanuit je heupen naar voren. Soepele bilspieren ondersteunen de lage rug. Strakke, gespannen bilspieren kunnen pijn veroorzaken in de lage rug, in je bil, maar ook in je been. Als ook stress en lang zitten verkorten je spieren, worden op termijn afgebroken. En je krijgt ongewenste druk en pijn in je lichaam. Laat los. Ga in rug lig. Leg je enkel op je dijbeen in een hoek van 90 graden. Houd dit even vast. Voel de stretch in je bilspier.
verder de bilspier rekken en rek je hand door de opening en trek je knie naar je toe. Het oog van de naald is een van de beste houdingen om de bilspieren soepeler te maken. Laten we verder de bilspieren rekken. Neem met je tegenovergestelde hand je knie vast en trek je knie op naar je tegenovergestelde schouder. Trek op en kruis over. Laten we dit 1 minuut vasthouden. Een herstellende houding om tot rust te komen wanneer je last hebt van stress of spanningen. Blijf hier rustig doorademen. Adem in en adem uit. Blijf rustig ademen. Laten we dit herhalen met het andere been. Leg je enkel op je dijbeen in een 90 graden hoek. Houd dit even aan. Voel de stretch in je bilspier. Verder de bilspier rekken. Rek je hand door de opening en trek je knie naar je toe. Laten we even deze houding vasthouden en adem rustig door. Houd je voet flex, tenen optrekken. Tenen optrekken naar je scheenbeen. Verder de bilspier rekken, neem met je tegenovergestelde hand je knie vast en trek je knie op naar je tegenovergestelde schouder. Trek op en kruis over. Houd dit een 60-tal seconden vast. Blijf rustig doorademen. Ontspan. Laat los en duw jezelf omhoog voor de laatste bilspierstretch. Beweeg 1 been naar achteren en breng 1 been voor je in een rechte hoek. Probeer een 90 graden hoek te maken met je voorste en je achterste knie. Buig naar voren en steun op je handen of op je onderarmen. Wissel de zigzag van de benen. Beweeg het andere been naar achteren of naar voren.
Probeer een 90 graden hoek te maken met de voorste en de achterste knie. Voeten flex. Buig naar voren en steun op je handen of op je onderarmen. Bilspier stretch, als ook dijbeen stretch. Veel zitten lijkt misschien makkelijk. Het is zwaar voor je lichaam, vooral voor je bilspieren. Sta regelmatig recht. Stretchen houdt je lenig en ontspan je spieren. Duw jezelf omhoog. Zo, tot de volgende. Dag.